Mensen, veel van jullie kennen mij als Koen en de anderen als de allerbeste vlogger van Nederland. Vandaag is een grote dag voor mij, want ik heb de sleutels van mijn nieuwe huis. En morgen komen alle bankzitters langs om het te checken. Die komen langs, ik ga het huis laten zien. Voor de mensen die het niet weten, we gaan in september weg hier uit het bankzittershuis. Aangezien ik ben helemaal klaar met die gasten, ik ben helemaal klaar mee. Dan gaan we allemaal onze eigen kant op. Geen zorgen, geen zorgen. Het bankzitterskanaal stopt niet, we gaan rustig door. We gaan allemaal gewoon even lekker zelf wonen. En ik ben de eerste met de sleutel! Abonneer als jij verhuisvlogs wil zien. Want ik ga toch verhuisvlogs maken. Want ja, je gelooft het niet. Het huis is nu eigenlijk best oké. Alleen alles gaat veranderd worden. Alles gaat eruit. Ik ga er helemaal mijn eigen ding van maken. Wil je daar nou van op de hoogte blijven? Abonneer op mijn kanaal. Doe dat zeker. En laten we maar het huis gaan. En de bankzitters gaan binnenlaten. Oh jezus, trek je tot dat ding eruit meteen. Nee. Welkom in mijn nieuwe huis. Kom gezellig binnen. Kom veel meer. Kom gezellig binnen. Mensen, ik heb een nieuw huis gekocht. We gaan weg met de bankzitters. Kijk nou even wat er mooi uitziet zo. Godverdomme. Je hebt niet geloven dat je echt geen deur hebt. Nee, ik zei echt, er zit geen deur in. In de douche. In de douche. Dus je zo naar je tokens kijken. Nee, ik zei wel, kom wel gordijnen voor. Maar... mensen, ik ga ze ook al een volledige uitleg geven van het huis. Hier ga je werken. Ja, hier, dit wordt mijn werkplek. Oh, dit was ook echt een bureau nu al. Ja, ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat hier ooit iemand... ja, hier heeft ooit iemand gezeten. Wat doe je nou? Ja, maakt niet uit. Wat vinden jullie ervan? Ja, dit is leuk. En dit is... nee. Ah, oké. Dit ram je eruit. Nou, zeg maar, kijk. Alles wat je hier ziet in dit huis, zowel hier als... nee, je mag het tegenaan trappen als je wil. Ga ik niet doen. Nee. Alles wat je ziet, behalve de 4 buitenste muren, dat gaat eruit. Vloer, plafond. Heb je al geneukt hier gedaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk. Maar dit gaat dus allemaal uit en ik ga dus dit eruit halen, want daar zit nu een wc. Komt er een nieuwe douche ook? Ja, alles wordt nieuw. Van mijn vrienden van... Tegel de Po. Mensen, abonneer voor verhuisvlog. Nou, ik ga wel naar boven eerst. Ja, dat gaat er ook uit. En dit gaat er ook uit? Ja, alles gaat eruit. Maar dit is dit. Nee. Ik kan de Dom zien. Kijk nou, de Dom. Dat is de Domtoren. Is dit dat huis aan de grachten? Ja, dit is het huis aan de grachten, ja. Mijn huis op de grachten, jullie zwemmen in zee. Kom mee. Nee, hier. De oude keuken. We zijn met zo'n oog. Maar wat ben je nou aan het doen? Hoe ben je nou... ik ben YouTube begonnen. Ja, maar... probeer me open te maken, maar dat lukt niet. Oh! Zo, nou! Daar komt een flinke straal uit, hè? Zo. Oh, jezus! Oh, dat was helemaal nat. Nou, nee, flikker nou op! Dit is wel een steun. Ja, dat is wel een steun. Nee, flikker nou op! Flikker nou op! Flikker nou op! Is het echt nat? Nee man, net nat. Jullie even naar het dakterras? Als het goed is komt hier dus nog een dakterras. Morgen begint de verbouwing. Alles gaat eruit. Letterlijk alles. Vet, hè? Ja, cool. Mag ik als je tegen als nood gooien? Nee, dat haal je niet. Ja, maar dit kan je niet doen. Nee, flikker op. Oh mijn god, oh mijn god. Bij de andere kant, broer. Mensen, wat jullie dus nu zien is mijn nieuwe huis. Het is echt zo. In het centrum van Amsterdam. Het is een beetje hol, het is een beetje chaos. Vanaf morgen gaat alles verbouwd worden. Wil je nou vette verhuisvlogs zien? Dat doe ik eigenlijk vooral om even de vrouwtjes aan te spreken. Want die vinden verhuisvlogs leuk, heb ik gezien. Laat het weten, want dit is het namelijk dus nu beneden. Nou, dit is dan hier de slaapverdieping. Heb je daar een badkamer. Dat wordt allemaal helemaal groter gemaakt daar. En hier heb je een soort van allemaal kasten. En dat is allemaal fucking bullshit. Dus dat wordt een tweede kamer waar ik vet kan video's maken. Lekker video's. Nou, dit wordt allemaal helemaal nieuw. En alles wordt nieuw. En alles gaat uit de vloer, gaat uit de zwarte vloer. Nou, dat is natuurlijk niet mijn keuze. En ik neem jullie mee op pad. Nou, daar is mijn zusje. En hier, wat je hier ziet. Dit gaat eruit. Die muren gaan eruit. Daar komt een nieuwe keuken. Vloeren gaan eruit. Plafond gaat eruit. Mattie gaat eruit. En het gaat ongeveer 4 maanden duren. Jij nog een bedankje doen aan je subs? Of zou ik dat doen namens jou? Ja. Mensen, het is natuurlijk zo dat Koen heel veel geld heeft. Maar dat heeft vooral met één ding te maken. En dat weten YouTubers dat vaak zeggen. Hij is gewoon een verdomd goede ondernemer. Dank je wel voor al het geld dat jullie Koen hebben gegeven. Wat laatst nou Don de Jong? Die zei, ja, je hebt veel geld. Mooie auto, dure dingen, maar het allerbelangrijkste is je gezondheid. Wat is nou een trappetje dit? Zo, is dat voor mij? Ja, kleintje natuurlijk. Ja, lekker zeg. Wat heb jij even lekkers van meegenomen? Ja, lekker zo. Ja, maar lekker. Wel lekker? Ja, gewoon smulgoed, gewoon lekker, ja. Lekker. Maar alles wat je hier ziet, behalve de 4 buitenmuren, gaat weg. Jij zelf ook. Dat is wat chill zijn. Dat ding is voor jou. Ja, ik ga je slapen nou. Zo. En nou, goed, ik weet het wel. Wil je nog op het dak kijken? Ja. Ja? Nou, gaan we op het dak kijken. Zo. Hey joh. Ja, wanneer heeft het? Is niet slecht. Nee, het is niet slecht, hè? Het is helemaal niet slecht, hè? Dat dacht ik ook. De steen gaat allemaal weg en als het goed is komt hier dan een mooi dakterras. En hier komt dan het gat. Is het nu boven, gewoon boven de normale trapruimte? Ja. Ja. Zo, je van wat te bespieden ook. Ja, nou inderdaad. Als je vrolijk schoon hier een beetje zo die zomer ligt liggen gewoon. Je bent toch mooi de hoogste van allemaal? Nou. Ja. Blijft weinig onbespeurd. Nou. Dat is eigenlijk, wat vind je ervan? Leuk, mooi? Heel mooi. Gaan we voor bouwvlogs maken, dus dan ga je kijken. Bouwvlogs, je moet kijken mensen. Ja, lekker kijken. Klein cadeautje. Kleintje. Klein housewarming giftje. Dit is lekker hoor. Zo. Beugeltje. Flinke beugel. Die beugels daar. Die is zwaar, jongen. Met één biertje mag je nog rijden. Jezus, we kunnen ook nog niet. Dat is echt lang lopen. Ik heb een ding. Nou, je hebt een dingetje. Ja, ik wilde een cadeau voor je halen. Ja. En ik had een fantastisch idee. Om? Jij bent natuurlijk nu echt Amsterdammer. Ja. Je moet integreren. Ja. Dus ik wilde zo'n hele grote Ajax-vlag halen. Leuk. Ik vond het fantastisch. Ik ging helemaal stuk in mezelf. Van dit moet ik voor jou halen. Dan ga je hem ophangen. Weet je wel. Ophangen zou ik echt doen. Ja. Maar toen kwam het volgende probleem. Ik moet hem halen. Dus ik sta bij zo'n souvenir in. Kijk naar binnen, ik zie die dingen. Ja, dadelijk ziet iemand mij. Dat ga ik niet doen. Dus er is maar iets anders geworden. Oh, lekker. Oh, daar genieten we van, zeg. Dankjewel, hè. Kijk, nou, dit wordt dus de slaapkamer. Ja, zo wordt het eigenlijk zo strak. Alleen ga ik dit dus uiteindelijk openbreken en wordt dit gewoon één groot ding. Want nu is het echt veel te klein. Oh, dan moet je hier in je wasmachine staan. Nee, daarachter. Want daarachter zit dus een geheim hok. Nou ja, eigenlijk. Dan zit een marker met... Nee. Oh, en hier komt dan je wasmachine. Ja, ga zitten, want dit is zo'n rare wasmachine. Nee, hier komt niet mijn wasmachine. Kijk hoe handig dit zit is met die wastafel. Nou, kijk, weet je, ik ben wel verfijnd poeper. Ik poep wel eens, zeggen ze. Ik zou hier niet lekker op spannen. Nee, daarom. Dat is helemaal niks. Nee, dat moet eruit. Nou, dit is het woongedeelte. Mooi, hè? Dit hebben we dus allemaal verdiend met... Ja. Dit gaat dus uit en die muren gaan eruit. Dan wordt het zeg maar allemaal open. En wordt het een dan licht, de vloer gaat eruit. Het gaat ook gaat eruit. Ja. Dan wordt het veel opener. Ja. Nou, nice, wil je even het dak zien? Nee, maar even, ik heb wel even één ding. Nou. Stad, hè? Wat een stad. Jezus, dit moet je niet doen met Ribéry. Nee, daarom. Ik heb de zieke hoogte. Oh ja, mat ook. Wat de fuck, wel heel weg. Hé joh, wat moet je hier even? Nou ja, en dan hier komt dus een dakterras als het goed is. Nou, dan heb ik een lekker huis. Dit is dus waar je altijd van droomt. Een huis in Amsterdam. Nou ja, niet per se. Maar ja, er komt dus wat op je pad. Kaasje! Hij zit dus wel een beetje los, moet je bij oppassen. Ah, dat vind ik echt leuk. Mensen, een schijntje joh. Wat een kerk, wat vet! Oh, dat is niks. Een kerk. Hé, maar ik ga je cadeau openmaken. Oh, dankjewel jongen, lieve vent dat je iets mee hebt genomen. Ben ik de enige? Nee, Milo had dat. Kijk nou. Oh, dan zie je wel wat geld zit. Nou, inderdaad ja. Dit is ook wel trouwens heel mooi in Amsterdam, dat vind ik dan wel een grappig. Een paar gegeven. Je lievelings! Mijn lievelings! Hey, Rob, thanks man. Zie dat mijn vrienden die... Ja, dat de ene rijker is dan de ander. Laten we niet meer pesten. Nee. Pauper! Wat een dag. Ongelooflijk. Ik heb geen idee of jullie weten hoe het huis er nu uitziet. Want ik heb het niet echt heel duidelijk aangegeven. Maar in ieder geval, morgen beginnen alle verbouwingen. Alles gaat eruit. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel meegekregen dat alles eruit gaat. Dat heb ik ongeveer 100 keer gezegd. Ja, ik was eigenlijk zo zelf super enthousiast dat ik een beetje vergeten ben om zeg maar, het hele huis te filmen. Ja. Denken jullie van hoe ziet het hele huis er nu uit? Ja, dat kan ik dus niet meer laten zien. Want morgen begint dus al het slopen. Wil jullie dat dan zien? Abonneer op mijn kanaal. Laat een dik vet duimpje omhoog achter. Dan gaan we alles meemaken. Ik ga natuurlijk binnenkort ook echt verhuizen. Maar dat doet nog wel even geen zorgen. We wonen hier nog wel een tijdje in Le Casa del Huts. Abonneer even! Draai. We leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. We leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.